Goedenavond en welkom bij de Nationale Ideeënbus. Het programma van Veronica vol uitvindingen en ideeën waar iedereen, bedrijven, maar ook u thuis terecht kunt. En het leuke is dat onze uitzendingen elke keer weer zoveel in gang gezet hebben. Honderden brieven, telefoontjes en videobanden met nieuwe ideeën. En ook reacties op de onderwerpen die we eerder behandelden. Zo brachten we in onze vorige uitzending een uitvinding van de industrieel vormgever Harry Wessels. Hij demonstreerde bij ons de monteursstoel. Honderden garages hebben inmiddels gereageerd. De stoel zal in Duitsland worden geproduceerd. Maar er zijn ook Nederlandse bedrijven geïnteresseerd die deze monteursstoel graag willen gaan maken. Dan hadden we vorige maand ook Evert Elings uit Leusden. Hij ontwikkelde een apparaat om bij reparaties het zogenaamde schadelijke freongas uit koelkasten op te slaan om het later opnieuw te kunnen gebruiken. Een prima idee voor het behoud van de ozonlaag. Er reageerden 5 fabrikanten die het freonopslagsysteem in productie willen nemen. Een jaar geleden lieten wij u het zaagmaatje zien. Ik zat toen verschrikkelijk te hannissen met een plank en meneer Bruin uit Wormerveer kwam met een oplossing. Een soort klemmetje waardoor je in je eentje kunt zagen zonder dat een plank met zo'n lelijke splinter afbreekt. Het prototype was nog niet helemaal geschikt om in productie te nemen, maar er is nu goed nieuws. Een fabrikant heeft het zaagmaatje verder ontwikkeld. In deze vorm komt het volgende maand op de markt. Meneer Bruin, gefeliciteerd. Vanavond hebben we weer hele interessante nieuwe vindingen. Ze worden, zoals altijd, becommentarieerd door ons deskundige panel dat ook bepaalt wie dit keer de Nationale Ideeënbusprijs van 5000 gulden krijgt. Welkom, ingenieur Gerard Oostrom van de Octrooiraad. En welkom ook Patricia Grollé van het Uitvinderscentrum in Rotterdam. En elke uitzending is er ook een gastpanellid. Vanavond is dat iemand die deskundig is op een gebied waarover wij heel veel inzendingen krijgen. Hij was vakbondsbestuurder, kamerlid en minister van Sociale Zaken. Sinds 1984 is deze markante man de directeur van de stadsreiniging in Amsterdam. Welkom bij de Nationale Ideeënbus, Dr. Anders Jaap Boersma. Dag, meneer Boersma. Wij krijgen heel veel ideeën binnen die te maken hebben met het opruimen van vuil. Milieuvriendelijke ideeën. Is dat bij u bij de stadsreiniging ook zo? Ja, van onze eigen mensen natuurlijk. Die hebben een eigen ideeënbus, maar ook van buiten. Maar niet alleen daarover, ook over tal van andere dingen. Kunstmatig storteiland in de Noordzee. De eeuwigdurende beweging, perpetuum mobile. Bij u, bij gemeente Reiniging? Nou, dan krijg ik dan persoonlijk of ik daar op wil reageren. Nou, het bestaat niet, dus ik ben gauw klaar met die reactie. Nou, wij zijn daar positiever over. Ja, prachtig. Nou, misschien vanavond nog. Maar zo zijn er tal van dingen. Parkeergarages onder de grachten. Schitterend idee, overigens. Ja. Ja. Kunt u daar steeds wat mee doen? Of, nou, in sommige gevallen, vaak niet. Maar in sommige gevallen, ja, dan sturen ze door naar meer bevoegde autoriteiten. Om te kijken of er wat mee kan gebeuren. Maar de meeste mensen die doen dat en die zijn daar erg vindingrijk ook. En hebben veel doorzettingsvermogen. Maar 9 van de 10 krijgt 0 op het request. Oké. Okay. Neemt u plaats in ons deskundige panel. We zijn heel benieuwd naar uw mening. En kijkt u vooral mee naar de eerste inzending die zeker u zal aanspreken. Voor onkruidbestrijding op straat bestaan al diverse oplossingen. Wieden met de hand, chemische bestrijding en de laatste jaren vooral ook veegwagens, rijdende stofzuigers en verschillende type borstelwagens. Maar dit is wel een heel bijzondere. Dit nieuwe onkruidbestrijdingsapparaat is ontwikkeld door Rob van der Meijdenbie en door Henk Werner, die bij een hoveniersbedrijf in Amsterdam werkt. Ze borduurden voort op bestaande ideeën en het resultaat is verbluffend. Michiel Praal sprak met een van de uitvinders. Meneer Werner, volgens mij bestaan er allerlei apparaten die min of meer op deze manier onkruid van stoepen afhalen. Heeft u nou niet een bestaand idee gewoon overgenomen? Nee, wat wij gedaan hebben, dat is niet speciaal voor de stoepen een machine ontwikkeld. Voor de onkruidbestrijding op verhardingen. Wij hebben van bestaande machines iets gebouwd waar we onkruid mee kunnen bestrijden op de verharding. We hebben daarvoor genomen een EG, deze voorste machine. Ja? Die is wel bekend uit de land- en tuinbouw. Die wordt gebruikt voor het klaarmaken van een saaibed, voor het egaliseren van de grond. Maar dat zit niet met die borstels? Daar zitten de borstels er niet aan, daar zijn er gewoon alleen de ijzeren pennen. Ja. Verder een tractor, die ook gewoon voor allerlei andere doeleinden gebruikt wordt. Daar maaien we mee, daar rijden we grond mee. Daarachter een veegmachine, die ook op andere manieren gebruikt, ingezet kan worden. Zodat we nu totaal uit verschillende machines één trein gebouwd hebben waarmee we die onkruid kunnen bestrijden. Het enige unieke eraan is deze pen. Ja. En die hebben we wel zelf bedacht. Door het principe van de EG te gebruiken, maar met dat is een normale pen van de EG. Ja, dat is een normale pen van de EG. Alleen dan zit niet die veer erin, het is gewoon een ijzeren pen. Ja. En die egaliseert de grond.
Nu hebben we daar een staalborstel aan gemaakt met een veersysteem ertussen. Omdat verhardingen nog wel eens ongelijk zijn, moet je dus ook in de kuilen kunnen komen. Nou, door het veersysteem kunnen we dat nu. En die borstels trekken het dan uit de En die borstels, die trekken het gras uit de straat vandaan. U heeft er ook octrooi op aangevraagd? Op deze pen, op dit systeem, daar hebben wij octrooi op aangevraagd. Omdat bestaande systemen zijn al gepatenteerd, dus dat heeft geen zin. Slim idee, hè? Dank u wel. Ik hoop dat die geur nieuwigheid is. Ja, dat klopt. Dag meneer Werner. Goedenavond. Dit is het kleine broertje van het grote kind wat we daar verderop zagen. Dat klopt. Dus hij kan ook in een veel kleinere versie. Waar gebruikt u deze dan voor? Deze wordt gebruikt aangepast aan zijn werkbreedte voor obstakels zoals bomen, lantaarnpalen, amsterdammetjes bijvoorbeeld. Ja, ja. Of smalle paadjes. Je kunt de amsterdammetjes toch ook vragen een stapje opzij te doen? Dat kunnen we doen. Ja, okay. Of de hulp inroepen van het vrachtauto's. Ja. Wat zijn deze apparaten duur? Zo'n apparaat als hier staat komt rond de 7000 gulden. Dat is dat hele karretje? Compleet helemaal zoals hij hier staat. En zo'n borstel alleen, dit zijn dus bestaande machines waar dat aangebouwd kan worden. Alleen zo'n borstel komt rond de 300 gulden. Wat gaat u doen met deze vinding? Wij hopen hiermee te gaan werken. Ja. En uiteraard om het te gaan verkopen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké. Okay. Laten we eens even met de deskundige praten. Meneer Boersma, hoeveel denkt u ervan te bestellen? Ja, nee, ik wil toch graag nog even een paar dingen weten. In Amsterdam is het een dof ellende met... Dat onkruid, voor bejaarde mensen vaak zelfs gevaarlijk als het zo hoog groeit. Chemisch mag niet meer. Verbranden, dat heeft geen zin, dat werkt niet goed, dat is veel te duur ook. Ja. Nou, wij zijn een beetje ten einde raad, dus ik vind dit erg prachtig om eens bij ons te demonstreren. Die grote, weet ik niet, hoe zwaar is die, de wieldruk? Die hele grote machine zal in totaal rond de 3,5 ton komen. Ja, die kan niet op trottoir. Die kan waarschijnlijk wel op trottoir, omdat die op vrij brede wielen staat en daardoor een lage druk per vierkante meter heeft. En deze kan in ieder geval wat dat betreft. En deze kan ook wat dan dat is de vraag hoeveel kilometer doe je per dag? Ja, dat wordt de kosten, dat wordt natuurlijk een belangrijk aspect. Waarbij natuurlijk nu een heleboel mensen ingezet worden om de straten toch wat vrij te maken. Waarbij deze is aanmerkelijk meer doet er iemand met een schoffel. Ja. En het is de kapitale investering is heel klein. Ja, want je werkt met bestaande machines. Ja, de werkelijke kosten zijn de arbeidskosten. Ja. Nou, maar we hebben met deze machine al in Amsterdam al gedraaid. Ik ga wel eens nadenken. Ja. Oké, dus de ordeboek blijft nog even in je zak. Ja, oké. Goed. Gerard, jij hebt vast in de archieven iets gevonden, of niet? Wat aardig is hier, dat niet een veegwagen verder ontwikkeld is, maar er is naar een ander principe gekeken. Hoe kan ik zoveel mogelijk bestaande elementen gebruiken en die dan samenvoegen tot een wagen? Om aan een trekker, die heeft geen trekhaak, maar een driepuntsophanging, een borstelmechanisme te bevestigen, dat is wel eens eerder vertoond. Maar hier is toch wel heel knap gebruik gemaakt van die echaandrijving. Het wegzuigen van het materiaal en dat opslaan zoals we in het filmpje gezien hebben. Dat komt ook in de maaitechniek voor. En alles is dus geconcentreerd. De hele uitvindingsgedachte zit hem in het borstelmechanisme. Dus niet opnieuw het wiel uitvinden, gebruiken wat er is, aanvullen. Octrooieerbaar. In principe octrooieerbaar. Hebt u dat nou ook zo vaak? Dat u vergeet de plantjes water te geven. Meneer Richard Wageman, welkom bij de Nationale Ideeënbus. U hebt een oplossing bedacht tegen het verwelken van kamerplanten. Welke oplossing is dat? De oplossing die luidt als volgt. Het betekent dat planten in een luchtdicht afgesloten glazen kolf zijn gebracht. Waardoor ze de facto eindeloos kunnen blijven leven. Dat betekent in ieder geval meerdere jaren. Het mooie van het hele systeem is dat het geen enkele verzorging nodig heeft. Het enige wat het nodig heeft is licht en kamertemperatuur of verder niks. Hoor ik niet op een zekere dag krak omdat het plantje te groot geworden is en hij dus uit zijn bolletje wil? Nee, want die plant die groeit tot ongeveer 5 centimeter van de top van die biosfeer. Vervolgens begrijpt hij dat de zuurstof in die bol als het ware een beetje krap wordt. Ja. Hij past zijn koolzuurassimilatieproces dan volledig aan die omstandigheden. En er komt als het ware een groeistilstand die echter niet zodanig is dat die plant verwelkt. Op het model is octrooi aangevraagd en op de naam van het product zelf. Maar u moet begrijpen dat hier is 10 jaar wetenschappelijk onderzoek aan vooraf gegaan. En wij hebben in ieder geval de pretentie dat het niet eenvoudig zal zijn. In ieder geval dat het meerdere jaren zal duren voordat je erin slaagt
als je er al in slaagt om het na te maken, omdat er ook nog grote technische problemen bij komen kijken om met name dat glas verticaal te blazen. Want nou, glas wordt, zoals u weet, normaal horizontaal geblazen. We hebben daarvoor ook een speciale machine ontwikkeld die dat verticaal kan, onder die omstandigheden. Laten we even met Patricia Grolegen praten hierover. Patricia, hier zijn mensen die het risico nemen geen octrooi te nemen. Is dat verstandig? Je moet er eigenlijk nooit van uitgaan dat men daar nooit achter komt. Het product kan ontleed worden. Even een voorbeeld, Coca-Cola, 80 jaar geleden ontstaan, nooit octrooi op aangevraagd. Niemand weet nog precies 100% zeker wat daarin zit. Als ze octrooi hadden aangevraagd, waren ze het 60 jaar geleden al kwijt geweest. Dat is dus verstandig geweest. Een ander voorbeeld, de alchemisten aan het eind van de middeleeuwen wilden gewoon graag weten, goud, hoe kan ik dat maken? Nou, ze konden zien dat het goud was, maar hoe het gemaakt werd, wisten ze gewoon niet. Hier heb je te maken met de stolp, met de inhoud en hoe stop ik dat erin? Als je ervan uitgaat dat je concurrenten de komende 20 jaar daar niet achter zullen komen, dan kan dat wijs zijn, maar moet je daarvan uitgaan met de huidige ontwikkelingen in de industrie? Het is een hele moeilijke keus. Het is het risico van meneer Wagemans. Ja. Er zijn in ons land 60.000 duivenhouders. Die duiven gaan in manden waarin ze worden vervoerd naar de losplaatsen voor de wedstrijden. We horen dat altijd op de duivenbericht op de radio. Meneer Reurings, u hebt een nieuwe duivenmand uitgevonden. Welkom in de Nationale Ideebus. Dit is de oude duivenmand. Wat was daarmee mis? Nou, kijk, staan. Die krijgt gauw gebreken, dat het deksel los gaat zitten. Die kleppen die sluiten niet meer. Ja. Dus, ja, die drukken zelfs de vogeltjes plat, ja, hè? Ja, en dan zitten ze te houden met die duiven om ze erin te houden. Ja. Nu heb ik dat allemaal laten vervallen. Ja. En, dan heb ik, en hier is de nieuwe duivenmand. Dit is heel licht. Heel licht. Hij is 3 kilo lichter als dat werk. Zo. Met een soort jaloezie, ja? Dan kan ik zo mijn duif eruit pakken. Ja. En ik kan die... Goedemiddag, nummer 713. Ja, maar dan krijgt hij nog geen meer ring om. Ja. Dan gaat hij de andere koren in. En de andere duiven kunnen er niet stiekem uitvliegen terwijl je met die ene bezig bent, want de gleuf is net zo breed als een duif. Dat kan elke duivenhokje. Kijk. Ja. Pas op de huur handen er niet tussen krijgt. Dat is een mand die uit 2 stukken bestaat. Deze dan, dus dan kan ook. Ik deze ook zo openzetten. Ja. Nou, anders gaan die duiven eruit natuurlijk. Ja. Dan kan ik deze ook normaal, zonder deze eraf te halen, ook zo gebruiken. Ja, ja. Wat wordt deze mand geproduceerd? Gaat die verkocht gaan worden? Nou, dat is wel de bedoeling. Ja, ja. En er is ook wel een fabrikant voor. Dus binnenkort zien we de duivenmensen in dit land met deze prachtige... En hij is ook helemaal uitneembaar. De liefhebber kan hem zelf in elkaar zoeken. En schoonmaken. En schoonmaken. En opbergen. Meneer Reurings, we gaan even met Patricia praten. Patricia Grolegen over deze vinding. Denk jij dat er nou voor zoiets een markt is? Dat denk ik wel. Ik heb begrepen dat er enkele tienduizenden duivensporters zijn in Nederland. Dit is een uitvinding zoals wij er meer bij het uitvindingscentrum binnenkrijgen. De heer Reurings is wat dat betreft wordt ook door ons begeleid. En we hebben voor de productie van de duivenmand hebben wij een prima partner gevonden in een sociale werkplaats in Leiden. En daar wilde ik dus even een beetje dieper op ingaan. Heel veel mensen denken dat sociale werkplaatsen plaatsen zijn waar wasknijpers worden gemaakt, et cetera. En zijn niet op de hoogte van het feit dat daar hele goede productiemiddelen staan met hele kiene mensen die de begeleiding verzorgen. Dus vele uitvinders die niet 1, 2, 3 een miljoenenmarkt met hun product kunnen bestrijken, kunnen heel goed wat dat betreft partners vinden in dit soort sociale werkplaatsen waar gewoon vakmensen aanwezig zijn die dit soort producten prima kunnen maken en die andere doelstellingen nog hebben behalve alleen het maken van winst, namelijk ook het zorgen voor werkgelegenheid voor mensen die een handicap hebben. Bedankt Patricia. Ongelovige ogen van een van de fotografen hier op de vloer. Dit is de allernieuwste fotocamera. In plaats van een film stopt u deze disketten in het toestel. U hoort enig gereutel. Uitgereuteld. Dan gaan we wat foto's maken. Gelooft u me nou maar echt? Dit zijn foto's maken. Ik weet niet of ze scherp worden, want ik ben niet zo'n expert op dit gebied. We maken gewoon wat foto's. U kunt er maximaal 50 maken, dan weet u dat vast. Ja? Ik ben benieuwd of ze scherp. En normaal zou u dan naar de fotograaf gaan, daar het filmpje inleveren en wachten tot het ontwikkeld is. Die tijd is eruit, is voorbij. We hebben hier het schijfje waarop de foto's staan die ik net gemaakt heb. Hier staat een afspeelapparaat. Ik doe het schijfje
in het afspeelapparaat. Het afspeelapparaat eet dat schijfje op. Ik start het apparaat. En kijkt u eens. Hier zijn de foto's die ik net gemaakt heb. Gelooft u het? Het is echt waar. De kwaliteit die u hier nu ziet is niet zo fantastisch goed, omdat het systeem nu nog op het Amerikaanse televisiesysteem is toegespitst, het zogenaamde NTSC-systeem. Wij werken in een ander systeem in Europa en daarom ziet de kwaliteit er misschien wat klapperig uit. Maar gelooft u mij, hier in de studio, als wij er zonder camera's naar kijken, ziet het er werkelijk prachtig uit. Nou, u kunt de kleur ook nog bijregelen van die plaatjes die u gemaakt hebt. Ik zit er nou vreselijk voor, geloof ik. U ziet het, gezond kleurtje, ietsje minder gezond kleurtje en zwart-wit. De scherpte kunt u enigszins bijregelen. En u kunt er zelfs een afdruk van maken om die mee te nemen naar oma, die natuurlijk niet deze prachtige apparatuur heeft. Maar stel u voor, u bent op vakantie en u wil die foto's zo snel mogelijk naar huis hebben. Nou, daarvoor is er deze draagbare zender die via een modem en bijvoorbeeld een autotelefoon, waar u ook bent ter wereld, die foto kan overzijnen naar een andere ontvanger. U doet het schijfje alweer in dat apparaat, seint het over. En u wil dus een afdrukje, hadden we net besloten. Nou, dan moet u even wachten, want dat duurt 3 minuten voordat hij klaar is. 1,5 eeuw geleden was deze snelheid nog ondenkbaar. 8 uur lang werd deze allereerste opname belicht. De Fransman Niepce maakte dit uitzicht vanuit zijn raam in 1926. Eerst nog met een camera obscura zonder lens, later met dit soort echte camera's. Zijn landgenoot Daguerre, de Napoleon van de fotografie, maakte de nieuwe techniek tot een wereldsucces. De belichtingstijd liep al snel terug tot enkele minuten, maar de modellen moesten toch doodstil blijven zitten. Dat gebeurde met hoofdsteunen die eruit zagen als martelwerktuigen uit een middeleeuwse kerker. Omstreeks 1860 kwamen de reiscamera's op. Door hun uitschuifbare balg waren ze handzamer dan hun voorgangers. Met deze uitrusting bewapend reisden fotografen de wereld rond. Hun foto's leken eerst nog op nagefotografeerde schilderijen, maar al snel legden ze het gewone leven vast. Ook thuis werd de nieuwe uitdrukkingsmogelijkheid op allerlei manieren toegepast. Stereofotografie was ook in de vorige eeuw al bekend. Het dubbele beeld suggereerde een grijpbare diepte, vandaar misschien het ondeugende karakter ervan. Tot eind 1950 werd stereofotografie nog beoefend. Deze koffertjes noemde men detective-camera's. Later werd detective-camera synoniem met piepkleine cameraatjes die je in je handpalm kon verbergen. Of, zoals hier, achter het knoopsgat. Eastman Kodak ontwierp voor die detectivecamera een speciale rolfilm die 100 opnamen maakte. Camera plus film stuurde men naar de fabriek en een week later kwamen 100 foto's en de opnieuw geladen camera terug. Mede dankzij de gratis camera bij het zeepmerk Lux werd dit de doorbraak. De box bracht de fotografie het gewone gezin in. Het kiekje, naar de Leidse fotograaf Kiek, wordt het pretentieloze plezier van miljoenen fotografen. Tot ver in onze eeuw blijven verschillende balg- en klapcamera's naast elkaar bestaan. Hollen achter je onderwerp aan doen vooral ook de persfotografen. Via hun foto's worden de saaie lappen tekst uit de kranten van de vorige eeuw verlevendigd. In de jaren 30 en 40 komt er een nieuwe generatie camera's op. Mm.
Hun succes doet de Japanse camera-industrie ontstaan. Leken ze eerst nog verdacht veel op hun Europese voorbeelden. Later geeft de Japanse techniek de toon aan. Mede dankzij snufjes als sneltransport, vluchtrugspiegels en door de lens lichtmeting. De nieuwe mogelijkheden vinden gretig aftrek. De ontwikkeling staat niet stil. In de jaren 80 doen elektronica en computertechniek hun intrede in de serieuze fotografie. Maar ook de pretentieloze druk op de knopcamera maakt de laatste 20 jaar een spectaculaire ontwikkeling door. En voor de meeste menselijke fouten doen ze goedmoedig een oogje toe. Anderhalve eeuw techniek scheidt deze zwarte lap van het achterkleinkind, de computerfotografie. Nou, het grote moment is daar. Hier is de foto. We hebben het kleine formaatje gemaakt, maar hij kan nog zeker één keer groter. Dat was de geschiedenis van een revolutionaire vinding, het fototoestel. U heeft het afdrukken, had u dus nog te goed. Dit is gecomputeriseerde fotografie, dat zal waarschijnlijk de toekomst zijn. Hondenpoep, geliefde onderwerp. Hoi. Goedenavond. Welkom bij de Nationale Ideeën. Per jaar produceren de honden, schrik niet, een hoop zo groot als het paleis op de Dam. Saar, kom eens eventjes hier, want jij doet er ook aan mee. We hebben het daar al eerder over gehad. Daar ben je nog helemaal niet aan toe bezig. Maar u begrijpt, buiten de ergernis waar dit allemaal toe leidt... Saar, let op, want het is vreselijk vandaag. Buiten de ergernis waar dit allemaal toe leidt, leidt het ook tot inventiviteit. Peter Gert, welkom in de Nationale Ideeënbus. Jij bedacht een honden-wc. Ja, dat klopt. Vreselijk. Zo, dat ook maar uit. Kun je me even uitleggen hoe dit werkt? Nou, dit is namelijk een honden-wc. Die wordt namelijk op straat of in de tuin wordt die neergezet. Daar kennen de honden dus hun behoefte op doen. En de basis van de honden, die kennen via gewoon dus een knop voor te verspoelen. En kennen ze het schoonspoelen. Laat zien, Saar. Ga er eens in. Saartje? Nee? Zo, juist. Naar binnen toe. Hij is nog niet gebruikt. Het... Kom maar. Zal het niet willen. Stap er maar in. Stap er maar in. Houd je zo goed met honden. Het is de bedoeling. Dit is de ingang en dat is de uitgang. Het is de bedoeling dat je dus als pup ja, hè? Wat is dat nou? Wel de ham eten en niet werken. Geen mentaliteit vandaag, zeg. Maar vanuit deze... Bij Tieneke doet hij zoiets niet, hoor. Nee, dat geloof ik ook nee. Niet. Nee. Het is... Bah. Goed, maar vanuit deze... Dit is een straatexemplaar, dit is een straatexemplaar. Okay. Is dus als je dus, die ken je als straat, dus niet als straatmeubilair. Ja. Deze voor in de huiskamer. Ja. Tenminste voor in de huiskamer, voor in de, waar je hem ook plaatsen kan, ja, laat ik het zo zeggen. Ik wou zeggen, de huiskamer misschien niet. Nou ja, goed. Ja, je kan hem dus gewoon aansluiten op de waterleiding. En de afvoer kan u gewoon op een wasmachine afvoer, daar kan je hem gewoon op aansluiten. Ja. Want er zit een pompmechanisme in. Ja. Okay. Ah, dat zit hieronder, zit hieronder, hier zit dus een bootje, die aansluiten op een wasmachineautomaat afvoert. Mm-hmm. Dit is een gewoon reservoir waar iedereen in het toilet hebt. Ja. Want je moet druk opbouwen. Ja, dat is die andere. Dit is dus als je dus een man hond hebt, laten we het even makkelijk uitdrukken. Ja. Dan spoelt hij dus deze wanden, spoelt hij gelijk schoon. Vanwege het beentje tillen. Ja, en nou hoeft hij dus ook nooit meer op te houden. Dan kan hij dat gewoon thuis doen. Zijn ze te koop? Nee, ze zijn nog niet te koop. Als ze te koop komen, wat denk je dat ze het gaan kosten? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, voor mij tenminste, want ik heb geen idee van. Maar ik zal een schatting geven, 300, zo'n beetje, ik weet het niet. We gaan eens met meneer Boersma over praten, want net zoals u en ik komt hij uit Amsterdam en dat paleis op de Dam staat in Amsterdam. Meneer Boersma, het is een gigantisch probleem, hondenpoep in Amsterdam. We hebben het er net al over gehad. Zou dit kunnen bijdragen tot de oplossing? Eerlijk gezegd heb ik nogal wat twijfels, zeker als je het over Amsterdam hebt. Even los van de honden, of die er gebruik van willen maken, is nog belangrijker natuurlijk de vraag of de eigenaars van de honden willen dat het gebeurt. En dan denk ik, u komt zelf ook uit Amsterdam, dat zal nog wel enkele problemen met zich brengen. Bovendien, op straat gebruiken moet het aangesloten worden op de waterleiding. Dan zijn er weer extra voorzieningen nodig. En ik zie dat ook nog niet zo gauw tot stand komen. Nee. Ik heb dus, maar wat doet twijfel. Amsterdam er dan nu aan om dat probleem op te lossen? Ja, het mooiste zou zijn natuurlijk om het voor elkaar te krijgen dat alleen mensen die van honden houden honden hebben. Maar helaas zijn er ook een heleboel mensen die helemaal niet van honden houden en toch zo'n ding hebben, zo'n beest.
Nou, dat moet je vooraf doen. Niet achteraf. Straatreiniging, dat is bijna onoplosbaar. Dat is geen doen voor die mensen ook. Dat is een grote bron van ergernis. Dus je moet simpele dingen doen. Daar zijn we nu ook mee bezig, gelukkig. De hondenpenning, de controle op de belastingbetaling, aanlijngebod, verbod om in bepaalde straten, winkelstraten, honden uit te laten. Strakke controle, hoge boetes. En zo zijn er nog een aantal dingen meer die je moet doen. En dan denk ik dat je ook straks geen last meer hebt van die mensen die niet van honden houden. Met die anderen hebben we geen problemen. Die zorgen wel dat de medeburger geen overlast wordt aangedaan. We kunnen binnenkort in Amsterdam bordjes langs de weg verwachten. Boete 150, 250 gulden als je hond aan poepen. Als ik het voor het zeggen had, dan werd het nog veel meer. Maar de officier van justitie is buitengewoon schriel op dat punt. En zover zijn we nog niet, maar we zijn bezig. Elk jaar moeten er in Nederland 3 miljoen auto's APK gekeurd worden. Vaak gebeurt dat in kleine garages die niet altijd over de duurste apparatuur kunnen beschikken. Monteurs komen daardoor op hele goede en bruikbare ideeën. In APK-garages worden auto's ouder dan 3 jaar periodiek gekeurd. Onderdeel van die keuring is de controle van de wielspeling. Vaak gebeurt dat door 2 monteurs. Eén schudt aan het wiel, de ander bekijkt de spelingspunten. Peter Dame uit Breda verving 1 monteur door een simpel stukje gereedschap. Dag Peter. Jij hebt een apparaat bedacht, dit is het, zodat je nu in je eentje wielspeling kunt controleren. Klopt. Hoe gaat dat? Ik pak dus deze bus. Een metalen bus? Een stalen bus. En, met een handvat erbij. Ja? Die bus die breng ik aan onder het wiel. Ja. Ik blokkeer hem even met het handvat. Zodat hij niet wegrolt. Ik laat de wagen opzakken. Nou staat hij op die rol, hè? Hij staat nu op de rol. Ik pak nu het handvat. Ja. Ik kan nu met een simpele handbeweging kan ik dus de spelingen controleren. Dus je doet dan eigenlijk hetzelfde als anders iemand anders aan met de wiel moet frikken. Ja, plus staat hij dan niet belast, terwijl hij nu wel belast staat. Is het nou niet gevaarlijk dat die auto eraf kan donderen? Is er niet voorgekomen. Dus echt stevig. Ja. Wat voor een spelingspunten controleer je dan? Nou, de VC-kogels, ja? De draagarmen, ophangingen. Ja? Kunnen we dat zien nu? Kijk, hier onderste draagarm heeft hier dus een behoorlijke speling. Er zit speling in, ja. Met spelingen. Plus hier een stabilisatorstang. Daarvoor. Heeft hij hiervoor in de rubbers ook een behoorlijke speling? Ja. Hoe ben je nou op het idee gekomen om zo'n soort apparaat te ontwikkelen? Nou, eigenlijk bij het touringcarbedrijf waar ik werk als monteur. Daar is dus helemaal niet om te doen om alleen, of ook niet met 2 of met 3 zulke soort spelingen te controleren. Het is allemaal loodzwaar, hè? Het is allemaal loodzwaar. Ja. Hoeveel gaat die kosten, denk je? Nou ja, ik denk zoiets rond de 100 gulden. Dat is niet duur, hè? Ik vind het niet. Nou, succes ermee. Dankjewel. Oké, hoi. In dezelfde week dat Peter Dame zijn idee bij ons indiende, kregen we over precies hetzelfde onderwerp nog een vinding binnen. Dag Halbe. Hallo. Halbe Scheper. Jij hebt ook een APK-garage, zat dus met exact hetzelfde probleem en hebt er ook weer een wielspelingscontroleapparaat voor bedacht. Ja. Jij kende onze vorige kandidaat? Die kende ik niet, nee. Nee? Maar en jij wist ook niet dat er al andere apparaten voor bedacht waren op dat moment? Nee, niet zoals dit, nee. Daar was ik niet mee op de hoogte, maar dat geeft wel aan dat het natuurlijk een probleem is. Ja, een zeer actueel probleem. Ja. Jij hebt een hele andere oplossing gevonden. Ja. Zou je me die even willen demonstreren? Ja. Kan ik het doen. Ronald die demonstreert hem. Het zijn dus 2 units. Ja. Die worden op de hefbrug geplaatst. Mm-hmm. Aan beide kanten 1. Je rijdt de auto er dus op. En dan kun je dus bedienen door de afstandsbediening. Ja, een afstandsbediening. Ja, waardoor die dus, 2 knopjes die je dus indrukt. Ja. En daardoor zie je dus dat de platen heen en weer gaan. Je hebt hier een opengewerkt model. Kun je het aan de hand hiervan nog even uitleggen? Ja, dat kan. Het komt op hetzelfde systeem neer. Ja. Je kunt het nu even beter zien. Je kunt dus zien dat op de hele wielophanging en stuurinrichting dus van allerlei krachten gaan optreden.
waardoor dus eventuele speling dus heel duidelijk naar voren wordt gebracht. Ja. Het mooie van het apparaat is dus dat die, vooral voor die, dat die demontabel is. Ja. Daardoor is er ook zelfs bij de Rijkspolitie al belangstelling voor onderweg te gebruiken. Dit is een zwaardere versie, hè? Dit is een zwaardere versie. Deze is voor vrachtwagens. Die witte plekken, dat zijn de punten waarop de speling kan ontstaan. En hoe gevaarlijk is wielspeling? Dat is dus heel gevaarlijk, omdat u kunt wel voorstellen dat die punten die daar dus wit zijn, daar zit het wiel mee vast aan de auto. Ja. Nou, als daar dus wat mee is, dan krijg je een heel gek gedrag. En in het ergste geval kun je dus zelf een wiel verliezen. Ja. He, waardoor dus dat natuurlijk niet erg veilig is. Rommelig. Rommelig. Ja. Wat kost de eerste versie? De eerste versie kost 2375 gulden. Mm-hmm. En deze versie is nog een beetje in ontwikkeling. Die heb ik nog niet helemaal dat ik kan zeggen zoveel gaat die kosten. Ja. Gerard, je wilt dat natuurlijk beschermen. Dan kunnen anderen die met het idee aan de haal gaan. Waar moet je dan op letten? Ja, als je van plan bent commercieel iets met je uitvinding te gaan doen, dan is er in de eerste plaats vereist geheimhouding in de eerste instantie. Mm-hmm. Niet alleen niet publiceren, niets in de krant zetten, maar ook zorgen dat de mensen die je bijvoorbeeld nodig hebt om het prototype te ontwikkelen, dat die geheimhouding opgelegd wordt, eventueel via een geheimhoudingsverklaring die je ze laat tekenen. En dat is dus fase 1. Daarbij moet je tijdens dat ontwikkelen ook je heel goed informeren. Niet alleen wat is er op de markt, wat doet de concurrentie, maar kijk ook in de octrooiliteratuur. 70% van wat in octrooiliteratuur gepubliceerd wordt aan technische informatie komt nooit in de vakbladen terecht. Dus als je daar ook gekeken hebt, kan je goed afwegen, moet ik al of niet bescherming aanvragen. En nou, dan ben je op het punt gekomen dat je daar een zinnige beslissing over kan nemen. Is in het water gereden. Na de paniek om de inzittende eruit te halen, blijft er nog een ander probleem. In het water komt meestal alle olie vrij uit de motor. De carterolie, de remolie, maar ook de inhoud van de tank, benzine of dieselolie. Dat geeft een milieuprobleem dat we helaas goed kennen. Een Duitse firma ontwikkelde in samenwerking met een Nederlands bedrijf een oplossing voor dit soort vervuilingen. Een materiaal dat water afstoot, maar olie en 600 soorten chemicaliën in zich opneemt. En het water is weer schoon. Meneer Oude Keizer. Goedenavond. Goedenavond. U bent betrokken bij die uitvinding. Ja. Die we nu gaan demonstreren. Een soort doek dus, die geen water opneemt, maar wel olie. En chemicaliën. En chemicaliën. Tot 25 maal zijn eigen geur. Oké, dit is schoon water. Schoonwater. Hier gaat olie in met een kleurstof. Ja, omdat het anders niet zo goed zichtbaar zou zijn. U pakt een servetje. En u kunt zien, het is waterafstotend. Ja. Het water wil er niet in. Ik ben stil van verbijstering, hoor, maar dat begreep ik waarschijnlijk al. Kijk, al olie is weg. De olie zit nu in het lapje. Ja. Nou was de laatste enorme olievervuiling in Zeeland. Kan dit product daar ook bij helpen? Daar had dit product heel goed bij kunnen helpen. Maar het wordt meer gebruikt voor binnenwateren en vooral bij de industrie. Ja. Daar wordt het meer gebruikt. Hm. Bij de industrie voor welke doelen? Bijvoorbeeld deze matten die worden veel gebruikt bij de, onder de machines. Mm-hmm. En deze kunnen 170 liter olie absorberen. Deze rol kan 170 deze liter olie? Deze pakt 170 liter olie. Dat is nogal wat. Dan hebben we daar een apparaat al de hele uitstelling staan reutelen. Kunt u mij vertellen wat hier de bedoeling van is? Hier ziet u een opstelling voor hoe het wordt gebruikt als filtratie. Hier gaat olie met water door ongeveer een verontreiniging van 45 milligram door het filter heen. Dus 45 milligram per liter. Per liter, ja. Gaat hier door het filter heen en hier heb je schoon water tot 0,08 milligram. Ja. Dit spul, deze spaghetti, is hetzelfde spul als waar u de net zeg met water mee afveegde. Ja, het is allemaal dezelfde producten. Meneer Boersma, komt u er ook eventjes bij? Zet het apparaat ondertussen even af, dat we u ook kunnen verstaan. Ziet u emplooi voor dit materiaal? Ik heb een vraag. Op straat, kan het daar ook? Het kan heel goed op straat worden gebruikt. Vooral ook op het asfalt. En je ziet ook aan die matten, die worden ook al in de industrie gebruikt. En daar wordt het ook op het
land gebruikt. Ja, en daarna, autobotsing opgeruimd, geen slipgevaar meer? Nee, hij neemt ook alle olie weg, ook vanuit de straat. En dan heb ik nog een vraag, waar laten we het spul, de doeken dus? Er worden speciale afvalzakken bijgeleverd, die we hier liggen. Daar gaat alle materiaal in en daar doet hij mee met de afvalverbranding. En ook het voordeel van dit materiaal is dat het namelijk een restverbranding heeft van 0,05%. Dus er blijft in feite niets van over. Heel mooi. Prachtig. 0,05% blijft er van over. Ja. Dus een klein vierkantje van die enorme rol. Van die hele enorme rol blijft zo'n klein beetje over. Meneer Oude Keizer, heel erg bedankt. Ik hoop dat uw ideeën een heel eind gaan. Prima. Bedankt. Elke uitzending hebben we een portret van een uitvinder. Vanavond is dat iemand die eigenlijk 100 jaar te laat is geboren en die heel goed in het stoomtijdperk zou passen. In deze flat in het Limburgse plaatsje Brunsum woont Erik Klinkenberg. Sinds zijn pensionering 10 jaar geleden gaat hij nog steeds elke dag aan het werk. 'S Morgens vertrekt hij naar het tot werkplaats omgebouwde berghok aan het eind van zijn balkon. Hier ontwerpt en maakt hij modelstoommachines. Hij heeft ervoor allerlei apparatuur, maar soms is een onderdeel zo speciaal dat hij ook het gereedschap zelf moet maken. Zoals dit hulpstuk op de draaibank om een speciale groef in metaal te krijgen. Dag meneer Klinkenberg. Dag Michiel. U vindt allerlei stoommachientjes uit en u maakt ze ook zelf hier in uw werkplaats. Hier staan er een aantal. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan uw stoommachientjes? Die stoommachientjes voor mij, dat zijn geen modellen van bestaande machines die vroeger gebruikt werden, zoals locomotieven. Maar het zijn allemaal eigen ontwerpen. Ik speel wat met de techniek. En dat is het bijzonder van deze machientjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een krukasloze machine staan. Een hele mooie, hè? Die. Ja, dat is een hele aparte. Ja. En de zuiger die daarin zit, was ik er net aan het vrezen toen ik binnenkwam. Dat is dit ding? Dat is dit apparaat. Ja. Het gaat er namelijk om dat deze sinusvormige groef ervoor zorgt dat de as ook draait en niet alleen maar heen en weer gaat. Ja, hier zit namelijk een pen door de cilinder heen. Ja. En dan kan de zuiger alleen maar heen en weer gaan als hij die groef vol. Ja, kan je duidelijk zien, hè? Dat is dus een krukasloze machine. Dat is een hele andere krukasloze machine. Die werkt met tandheugels. Dan heeft u hier hetzelfde systeem als dat machientje. Want kijk, daar ziet u namelijk ook die sinusvormige groef, ja, zie het. Waardoor de machine gaat draaien. En de asjes gaan weer op en neer. Dat zijn de zuigerstangen, ja, die hier heen en weer gaan en zorgen dat het gaat draaien. Dit lijkt wel een soort automotor, hè? Ja, er zijn meer mensen die dat op tentoonstellingen zeggen. Maar dit is toch wel heel apart. Deze heeft namelijk 3 holle krukassen, 8 cilinders en 16 zuigers. Zo. En de in- en uitlaat wordt geregeld door de krukas die hol is en waar een klein poortje in zit, waardoor de druk in en uit kan. Waarom vindt u nou al dit soort stoommachientjes uit? Nou, weet u, ik wil het liever geen uitvindingen noemen. Het is mijn hobby. U moet het zo zien. Je hebt een schilder, die heeft verf, die heeft een doek, die heeft penselen. En daar kan die kunstwerken van maken. Nou wil ik niet zeggen dat het kunstwerken zijn, maar zo speel ik nou met mijn kennis van een zuiger, een cilinder, een tandwieltje, een tandheugeltje. In mijn gedachten verzin ik daar machientjes van. Dan ga ik naar mijn werkplaats toe en ik wacht net zo lang tot ik een machientje heb wat ook zo werkt. En dan draait het en dan komt het in mijn slaapkamer te staan. En verder doe ik er niks mee, behalve ik word veel uitgenodigd door scholen en op tentoonstellingen. Want het is erg aantrekkelijk, omdat het juist aparte dingen zijn. Nou, en dat zijn ze zeker, heel apart. Ja, vindt u ook niet. Ik wens u er heel veel succes mee. Dank u wel. Als we dadelijk klaar zijn met het programma, ga ik hier een kwartiertje naar zitten kijken, want het is zo verschrikkelijk mooi. Alle deelnemers aan dit programma dingen mee naar de Nationale Ideeënbusprijs van 5000 gulden. Door Veronica in het leven geroepen om uitvindingen en nieuwe ideeën te stimuleren. Meneer Boersma, aan u de eervolle taak om de prijs uit te reiken. En vooral ook moeilijk. Mijn beide vaste panelleden hebben me verzekerd dat het bijzonder moeilijk was deze keer. Ik voeg daar ook mijn respect aan toe, want ik vind dat buitengewoon knap. Maar helaas, er is er maar één die kan worden aangewezen. Ja.
Wel nog even een vermelding, want die twee verdienen dat toch ook. Naast de anderen, maar toch even apart. Peter Daam en Halbe Scheper. Voor hun toegevoegde waarde voor de wielspelingscontroleapparatuur. Vonden we ook erg knap. Ik zei al, het is een nek-en-nek race. Het is geworden Henk Wender. Omdat hij op nog iets meer ingenieuze wijze gebruik heeft gemaakt van enerzijds het bestaande en daar een toevoeging waar een hopelijk veel gebruik van gaat maken. Meneer Wender, komt u er even bij? Ingevuld worden, ja, maar helemaal verdiend. Hartelijk bedankt. Heel graag. We gaan er verder mee werken. Gefeliciteerd. Hier is een bloemetje. Geen onkruid dit keer. Nee, hoop dat Amsterdam zo genoemd wordt. Precies, laten we het hopen. Volgende maand, op 11 maart, zijn we er weer. En dan normaal om 12 minuten over 7 op vrijdag op Nederland 2 bij Veronica. Ik ben benieuwd welke ideeën en uitvindingen u de komende tijd weer aan ons toestuurt. U kunt ze kwijt, altijd, bij de Nationale Ideeënbus, postbus 1114, 1217 BC in Hilversum. Tot volgende maand.